De verkeerssituatie op het kruispunt Koezewijnenstraat, Rust en Werkweg wordt binnenkort gewijzigd. Deze situatie zorgt dagelijks voor irritatie bij voornamelijk de weggebruikers en ook buurtbewoners die juichen de op handen zijnde wijziging toe. Ze hopen dat dit echt wel van de grond zal komen en dat het uiteindelijk voor verandering zal zorgen. De huidige situatie is volgens weggebruikers, maar ook buurtbewoners onhoudbaar en totaal niet te doen. Nou, in principe is het totaal verkeerd. Ik denk dus dat het ministerie niet voldoende is nagegaan wat, wat hier in principe aan de gang is. Nu, als jullie kijken, zou je zien dus dat er bussen gewoon rechtdoor gaan in principe. Omdat ze kunnen niet anders. Ze kunnen gewoon niet anders. Ze moeten rechtsaf, maar dan heb je daar weer die rotonde. Er is een file. Dus ze gaan gewoon rechtdoor. Het is totaal verkeerd. Meneer Wip heeft een heel slechte job gedaan. Nu zegt het ministerie, we gaan binnenkort die situatie veranderen. Wat zegt u daarop? Nou, in principe zou het ministerie eerst misschien een enquête moeten houden. Hoor, hoe de situatie hier eruit zou moeten zien. Omdat meneer Wip, ik weet niet waar hij woont of waar hij verblijft. En hoogstwaarschijnlijk maakt hij niet gebruik van deze hoek. En hij weet dus niet wat die hoek nodig heeft. Maar hij zou misschien mensen hier moeten vragen wat er moet gebeuren. En dan zullen mensen hem heel goed van dienst kunnen zijn om te zeggen van wat er hier precies moet gebeuren. Want dit kan niet. Maakt u er vaak gebruik van? Elke dag. En wat moet er gebeuren? Zoals ik het zie, moet hij gewoon een normaal verkeerslicht zetten. Ieder moet gebruik kunnen maken van de weg en de richting kunnen opgaan zoals zij dat willen. Je moet me niet verplichten om rechtsaf te slaan van hieruit, vanuit de Koezewijnenstraat. Rechtsaf, dat moet niet. Wat ga ik zoeken op de Indira Gandhiweg? Ik heb niets te zoeken. Althans, misschien heeft het ministerie bepaalde zaken die ze daar willen bevoordelen. Want verder heb ik niets te zoeken op de Indira Gandhiweg. Ik wil gewoon rechtdoor of ik moet de Evramzee in kunnen slaan. Daar gaat het om. De situatie vind ik helemaal niet goed, boy. Want het moet een verandering plaatsvinden. Want ik neem schoolkinderen hier maar in. Telkens moet ik een hele omweg maken om die kinderen te op te halen. Hoe zou het moeten veranderen? Vooral die linksverkeer daar. Het duurt te lang. Is te kort, ik bedoel het. Die stoplicht. Twee wagen, dan ben ik kom op rood en zo, weet je. Het ministerie wil die situatie veranderen. Wat zegt u daarop? Ja, dat zou beter zijn. Het zou beter zijn, ja. Het enige wat ik kan zeggen, men heeft een verkeerslicht geplaatst. Hoe men die verkeerslicht heeft geplaatst, zou men eerder die richtingen behouden. Even een proeftijd nemen. Nadien, als het niet zou werken, zou men dan die richtingen moeten veranderen van bepaalde auto's verplicht in een andere richting. Dus men zou die verkeerssituatie normaal houden met verkeerslicht. Zou het niet werken, dan zou er een verandering komen. Want automobilisten gedragen zich standaard. Men gaat, ongeacht dat je niet, niet naar rechts mag, toch ga je naar rechts. Maar ik zie hier een heleboel verkeerde dingen. Dat zult u dagelijks ook wel meemaken van mensen die op het trottoir rijden en systemen die niet functioneren. U ziet dat ook? Dus dat zou ik je... Dat is mijn bedoeling. Men zou die oude situatie zonder verkeerslicht. Want een verkeerslichtsdoel is dat je die kruising en bepaalde straten, dus er zijn twee straten of vier straten, je gaat ze geordend willen laten doorstromen. Maar dat zou dan gebeuren met een verkeerslicht. Maar men is gekomen met een verkeerslicht met een hele verandering. Die verandering zou men pas moeten toepassen wanneer het niet zou werken. Wat nu hier is, werkt het? Helemaal niet. Openbare werken wil die situatie weer veranderen. Dus zegt u gewoon, normale verkeerssituatie, alleen die lichten erbij doen? Mijn advies, hoe ik hier dagelijks ben, ik woon op de hoek, zou het beste zijn, rechtdoor nieuw weer, rechtsaf Evramzee, van de Koezewijnenstraat uit naar de zuiden, en linksaf rotonde,
met verkeerslicht. Men gaat wachten. E-Francie gaat hetzelfde, kan op alle richtingen uitgaan, maar je wacht op je beurt. Daarvoor is die verkeerslicht. Werkt het niet, is er een drukte van doorstroming van het verkeer, dan pas bepaal je de tijd dat misschien één kant langer duurt voor het wegrijden dan die andere kant. Maar pas boom, veranderen, dat je niet naar Nieuwer, niet naar Efram kan. Men gaat frustreren en dat gebeurt er.